mooie stad, hè, Leiden? Ja, zeker. Ja. Hier ben ik dus geboren en hier woon ik dus nog steeds, al 22 jaar. Zie je carrière als voetballer ook begonnen? Ja, hier is mijn carrière als voetballer ook begonnen. Ik ben begonnen bij UVS, heb ik 4 jaar gevoetbald. Toen ben ik een Ajax gaan, heb ik jeugd gevoetbald, 3 jaar. En toen ben ik teruggegaan omdat ik ben dus bij Ajax ben gestopt, omdat ik in verband met school. Ik zat op mijn school, daar hoefde ik geen huiswerk te maken. Dat werd dus op school gedaan. Nou, dus ik kom elke 4 keer in de week kom ik met mijn vader. Gelijk naar school kon ik naar Ajax. Nou, toen ben ik naar een andere school gegaan, naar MAVO. En toen kon ik niet meer, dus qua tijd. Heb je met de kinderen gespeeld bij Ajax? Ja, ik heb met de jongens als Dennis Bergkamp heb ik alle 3 de elftallen gevoetbald. Bij Ajax heb ik vaak mee gevoetbald. Richard Witsch, Richard Sneekers en nog een paar. Hoe kijk je daar nou naar als je Ajax op tv ziet? Had ik tussen kunnen lopen? Ja, nee, je weet het toch nooit. Maar het is altijd wel leuk als je die jongens ziet waar je mee gevoetbald hebt. En ja, soms zie ik dat denken van ja, als je wat gaat leveren, maar het is altijd als. Hier op staan, wat zeg jij dan? Ja, dat is een club waar ik dus 4 jaar voor gevoetbald heb. En, dat is de laatste amateurclub dus voordat ik naar Sparta kwam en dus betaald voetbal ging spelen. Hier was jij ook linksbuiten? Ja, hier was ik linksbuiten, maar ik heb mijn leven eigenlijk al linksbuiten gestaan vanaf mijn jeugd ervan. Wat is het voor een plek linksbuiten? Ze zeggen vaak een beetje eenzame plaats. Ja, ik denk dat iedereen gewoon zijn eigen mening erover heeft. En ik ben. Ja, ik vind het gewoon lekker, omdat je bent een beetje, nou, niet echt vogelvrij. Je kan een beetje doen en laten wat je wil, tot een bepaalde grens, tot een bepaalde trainer. En je kan je acties maken en ja, dat vind ik lekker, zo'n beetje. Er zijn ook hele grote uit het Nederlands voetbal voortgekomen op die plek. Hè? Wat was nou jouw idool? De mensen die voor mij het meest aanspraken, dat waren dus Piet Keizer en Koen Moerlijn. Dat waren echt de grote. En ga je dat ook halen, die top? Ja, ik hoop het wel. Ik doe gewoon mijn best ervoor en je kan het nooit van tevoren zeggen. Maar. Stop het. Het is niks, kappen maar, nee, kappen. Dus, je kent die voetballen, je kent die drummen. Stop, ja. Dus, ik wil hier eens over praten. Kijk, ga staan. Kijk, ja. wat jij doet, ten eerste is het niet vrolijk wat jij doet. Dat is niks, je moet meer vrolijk aan, weet je, bijvoorbeeld net als... Dat is iets beter, of niet? Ja, je drumt dus wel. Ja, ik drum dus. Dat is altijd mijn hobby geweest en vroeg mijn vader ook meegedoen. Is een band. Voetballende drummer? Of een drummende voetballer? Ja, nee, voetballende drummer, ja. Voetballer staat bij mij bovenaan. Want dit is eigenlijk ook waardig, hè? Ja, wel, ik heb vroeger in best. Dit is nou de eerste keer sinds 2 jaar dat ik nou weer drumstok aanraak. Maar dit heb ik vroeger altijd met plezier en anders zal ik altijd blijven doen ook. Laten we nog wat zien? Nog wat zien? Rimshotje? Rimshotje, nou oké, ik zal iets een beetje van. Weet je, wat die stem. Dus het begint de basis. Let's go.
dit is het stadhuis. Hier trouwen veel mensen. Het is echt mooi van binnen ook, hè? Echt Leiden ook niet? Ja, het is echt Leiden. Maar wat denk je ervan zondag, Sparta Volendam? Nou, we moeten proberen 2 punten te pakken. En een paar goede acties, hè? Want je hebt contact loopt af, hè? Mijn contact loopt af en ik doe altijd mijn best. En meer kan ik niet doen. Zondag, nou, we zien je wel. Ja, oké. Okay. Bedankt, hè? Yo. Nee, voetbal op vrijdag. Daar, je zou die afkondiging doen, maar je kan het niet. Ik maak het nee, wel. Nee, move maar. Laat mij maar doen. Daar hebben we allemaal geen tijd voor. Tot zover inderdaad voetbal op vrijdag. Weer nog even zoals u van ons gewend bent. Alle wedstrijden. Het is Excelsior de Graafschap, SVV Groningen, Heerenveen Feyenoord en natuurlijk om 3:30 op Spangen, Sparta Volendam.